Beste mensen, dit is een belangrijke aflevering. Ik ga jullie laten zien wat de systematiek is achter de komende prijsverhogingen en hoe wij ons hierop kunnen voorbereiden. Ik geef gelijk mijn mening hoe ik over hamsteren denk. Vind je dit interessant? Blijf dan kijken. Hallo allemaal, mijn naam is Dennis en dit is weer een nieuwe coronacrisis video. Het is woensdag 15 april 2020 en in deze video gaan we kijken naar de systematiek achter de komende prijsverhogingen. Er gaat straks heel wat op ons afkomen en we moeten ons hierop echt voorbereiden. We gaan dus niet naar nummertjes kijken vandaag. Het is wel duidelijk, de 2 miljoen, daar zijn we voorbij. En we gaan nu richting de 10 miljoen en er zal nog heel wat gebeuren. En daarom is deze video zo belangrijk dat jullie allemaal de systematiek van die prijsverhogingen kennen en de nodige voorbereiding kunnen treffen. Ik ga gelijk aan de slag en ik tover mijzelf even weg zodat het volle scherm gebruikt kan worden. En wij gaan lekker starten. Op jullie scherm zien jullie een lege grafiek. Deze grafiek gaat zo de marktwerking tonen tussen een vastgestelde prijs voor een product of dienst tegenover het aantal dat je zou kunnen verkopen voor die bepaalde prijs. Dus ik ben Albert Heijn, ik verkoop pannenkoekenmix en ik zet die pannenkoekenmix op een bepaalde prijs vast. Wat zijn dan de aantallen die ik zou kunnen halen? Want mensen zijn maar bereid een bepaalde prijs te betalen. Dat geldt ook voor als je bijvoorbeeld personal trainer bent of je hebt een hondenuitlaatservice. Hoeveel reken je per uur en hoeveel klanten kun je daarmee bedienen die jouw prijs nog kunnen accepteren? Nou, laat ik eens zo'n lijn weergeven. Jullie zien nu een denkbeeldige lijn. En deze lijn heb ik marktwerking 1 genoemd. Deze lijn vertegenwoordigt een product of dienst. En de golf van die lijn, dat is het bepaalde gedrag van prijs tegenover aantal. Nou, daar gaan we weer. Ik ben Albert Heijn en ik heb hier die pannenkoekenmix. En ik ga onderzoeken van hoeveel men zou willen betalen voor die pannenkoekenmix. Nou, uit het onderzoek blijkt, als ik de prijs op 14 euro zet, dan verkoop ik er helemaal niets voor van. Dus mensen zijn niet bereid er 14 euro voor te betalen en gaan afwijken naar alternatieven. Dan zie je op een gegeven moment als de prijs daalt, dus je gaat naar 10 euro, naar 8, naar 6, naar 4, naar 2, dat het vermogen om dit product te verkopen steeds hoger wordt. Dus stel ik zet de prijs op 2 euro, dan kan ik 6 miljoen pakken pannenkoekenmix verkopen. En dat, mijn onderzoek heeft dat zo laten blijken. Dan zie je als je de prijs nog lager maakt, naar bijvoorbeeld bijna 1 euro, dat je 10 miljoen stuks zou kunnen verkopen. Maar dat blijft dan op een gegeven moment horizontaal doorlopen. En dat komt omdat het heel moeilijk is om een eindpunt te bepalen. Wat is nou dat eindpunt? Want ja, ligt dat aan hoeveel mensen er in je land wonen, hoeveel mensen in een bepaalde stad, wat is de financiële situatie, wat is hun leeftijd. Het is heel moeilijk om een eindpunt te genereren. Zie dat ook als met die voetbalplaatjes. Op een gegeven moment staat iedereen voor de Albert Heijn om die voetbalplaatjes te verzamelen, maar dan heeft iedereen ze en dan verschijnt niemand meer. Zo moet je dat ook zien als je een product op een gegeven moment naar het nulpunt toe brengt. Ja, je weet niet wat dan de maximale potentie is. Albert Heijn die zal dus voor die pannenkoekenmix een prijs moeten kiezen. En dan gaan bedenken wat is mijn maximaal vermogen. En dat geldt dus ook voor die personal trainer of die hondenuitlaatservice. Op welk vermogen ga ik zitten? En dat kan van een aantal factoren afhangen. Nou, de productaanbieder of dienstverlener moet dus een bepaalde prijs gaan kiezen. En met onze grafiek zou dat bijvoorbeeld kunnen zijn
Ik ga zitten op 2 euro, want dan kan ik er 6 miljoen van verkopen. 2 keer 6 is 12, prima. Of er wordt gekozen voor 6 euro en dan is mijn potentie 2 miljoen qua aantallen. Dus 6 keer 2 is ook 12. Dus ik heb hier 2 punten die dezelfde omzet kunnen genereren. Nou, nu ligt het aan de dienstverlener of productleverancier waar die voor gaat. En als ik weer de Albert Heijn pak, die zou bijvoorbeeld kunnen zeggen: oké, ik kan het product op 6 euro zetten en dan 2 miljoen verkopen, want hoef ik minder op voorraad te leggen. Mijn logistiek is eenvoudiger en ik maak toch goede omzet. Maar het risico is dat mensen gaan zoeken naar alternatieven omdat de prijs hoog is. Of mijn concurrent komt ineens met een bepaalde actie. En dan is het handig door bijvoorbeeld te zeggen: ik hou mijn prijs laag. Zodat dan heb ik maar de pech dat ik meer op voorraad moet leggen. En dat ik er meer van moet verkopen om diezelfde omzet te halen. Maar het alternatief is dan moeilijker om te bereiken. De concurrentie moet meer moeite doen om dit te evenaren. En omdat iemand dan toch in mijn winkel komt, dan neemt hij ook wat anders mee. Nou, zo is het ook weer met die personal trainer of die hondenuitlaatservice. Wat is het meest effectieve prijspunt? En dat moet iedereen gaan berekenen. Het kan zijn dat de markt plotseling een hele andere marktwerking krijgt en dat klanten ineens een hogere product- of dienstenprijs accepteren. Dat kan ineens gaan gebeuren en het kan zelfs seizoensgebonden zijn. Een voorbeeld is zonnebrandcreme. Het kruidvat in de winter moet het niet gaan proberen om zonnebrandcreme voor een hoge prijs aan te bieden. Want dat kunnen ze niet verkopen, terwijl in de zomer men dat wel ineens accepteert. En dan zie je dus dat aanbieders de prijs gaan verhogen en de markt accepteert dat plotseling. Nou, in ons voorbeeld zie je ineens dat er een marktwerking 2 is bijgekomen. Dus er is iets gebeurd waardoor de klanten een hogere prijs accepteren. En als ik weer terugga naar de Albert Heijn met het pannenkoekenmix voorbeeld. We hadden in eerste instantie een prijs vastgelegd op 2 euro. Konden we 6 miljoen van verkopen. 2 keer 6 is 12 miljoen. 12 miljoen omzet. En nu plotseling is de marktwerking veranderd. En zie je dat als Albert Heijn de prijs op 6 euro zet, dat men nog steeds 6 miljoen kan verkopen. Dus 6 keer 6, 36, dat is een veel hogere omzet. Ik ga eventjes terug naar de startsituatie. En dan gaan we er nu de volgende fase in. Ik ga weer terug naar de pannenkoekenmix. Was het maar zo makkelijk dat een Albert Heijn zelf kon beslissen op welk prijsniveau hij het product of ze het product gaan aanbieden. Maar er staat wat tegenover. En wat er tegenover staat, dat zijn de kosten. En er is er één heel belangrijk voor Albert Heijn en dat is de aanvoer van goederen, de beschikbaarheid waar ze het kunnen inkopen. En dat is de volgende lijn die ik erbij ga zetten. En dat is in dit geval dus de aanvoer van goederen. Nou, er is daar nu een lijn bijgekomen die eigenlijk een beetje gespiegeld is aan de marktwerkinglijn. En hoe moet je deze lijn zien? Deze lijn is de prijs van de producten die je wil inkopen. Dat betekent in dit geval, als ik, laten we zeggen, 4 miljoen producten wil inkopen, dan moet ik daar ongeveer 2 euro voor betalen. Een ander voorbeeld is als ik 8 miljoen producten wil inkopen, dan moet ik er 6 miljoen voor betalen. En dan zie je bij die aanvoerlijn dat op een gegeven moment het kruist bij de marktwerking, met de marktwerkinglijn. Nou, dit is een heel belangrijk punt. Op een gegeven moment is het zo dat de aanvoer van goederen, die worden
alleen maar duurder. Je zou zeggen van als ik er veel meer inkoop, dan kan ik een goed dealtje krijgen. Maar dat is echt niet zo. Op een gegeven moment wordt die aanvoer steeds duurder en duurder en duurder. Waarom? Omdat bij degene die het aanvoert, die moet overgaan op extra capaciteit, meer machines inschakelen. Hij heeft ook beloftes met andere afnemers. Of dat hij op een gegeven moment de goederen uit het buitenland moet gaan halen. Je ziet dat, dat de prijs van de aanvoer op een gegeven moment ook exponentieel stijgt. Want er is gewoon niets meer te krijgen. Dus het gaat eventjes goed. Je ziet dat de prijs gestaag stijgt. Maar dan op een gegeven moment gaat het exponentieel omhoog. En we gaan dus even nu naar het punt waar het onze marktwerkinglijn kruist. Nou, dat is het punt waar men aan de rechterkant van die kruising niet meer lager kan met de prijs naar de markt toe. Want dan geleid je verlies. Dus waar je dat rode streepje ziet, dat is echt het nulpunt. Dus we kunnen alleen maar nog naar links toe. Nou, dan kom ik even op het punt van die 2 keer 6 is 12. Ja, dat gaat niet meer lukken, want je ziet nu dat die aanvoer aan de linkerkant daarvan ligt. Dus de Albert Heijn zal voor die pannenkoekenmix zal die een hogere prijs moeten gaan vragen. En in mijn voorbeeld is dat nu 3 euro. En dan kunnen ze dus met de huidige marktwerking er 4 miljoen van gaan verkopen. 4 keer 3 is ook 12 miljoen. En dit ligt dus nu puur aan de kosten. En wat betekent dat voor de bruto marge? 4 keer 3 is 12, dat is de omzet, 12 miljoen. En de kosten, 4 keer 2 is 8. Dus dat halen we er vanaf. En dan houden wij 4 miljoen bruto marge over. Zo, en dan komen we nu in coronatijd. Wacht eens even. Die fabrikanten waar je productieprocessen hebt, waar veel mensen bij betrokken zijn, die zijn nu ineens leeg. Of die staan stil, of die moeten zich ineens bezighouden met de productie van andere middelen, zoals bijvoorbeeld die beschermingsmaskers of beademingsapparatuur. En dan krijg je een situatie dat er dus niet geproduceerd wordt, maar de vraag uit de markt, die is er nog steeds. En dan ontstaat er ineens een nieuwe aanvoerlijn. Want we zullen nummer 1 meer moeten gaan betalen voor de goederen om die te kunnen verdelen. En ook de beschikbaarheid is veel minder. Dus die oorspronkelijke aanvoerlijn, die verschuift ineens naar een nieuw punt. En daar kan de Albert Heijn bijvoorbeeld niets aan doen. Dat zijn puur zijn leveranciers die nu moeite hebben om de productie bij te houden. En het zijn ook niet alleen die productieprocessen, maar ook het transport naar de verschillende locaties. En daar gaan wij het dus merken op het punt van op een gegeven moment is het niet vol te houden dat wij de reguliere productprijzen betalen. Want het begint al bij bijvoorbeeld ook het schoonhouden van al die karretjes. Of één persoon maar naar binnen. Iemand moet het gaan betalen. En dat zie je dus terug via die aanvoerlijnen. De Albert Heijn is dus nu genoodzaakt om een hogere prijs te rekenen voor dit product. En in plaats van 3 euro is de Albert Heijn nu genoodzaakt om er 6 euro voor te rekenen. Het kan gewoon niet anders, want anders wordt er verlies geleden. En wij gaan dat straks betalen. Dus in mijn voorbeeld zie je al een verdubbeling van de prijs. En dan hebben we het nog niet eens over inflatie gehad. Want dat is een ander ding wat ik in een ander video ga vertellen. Dit is puur door de gebrekkige aanvoerlijnen. Waar men nu dus videobeelden ziet van ja joh, we hebben genoeg opslag. Er zijn genoeg spullen. Hou er rekening mee. Alles wordt zo enorm uitgedund.
en de prijzen gaan omhoog en de beschikbaarheid die wordt vele malen minder. En dan ontstaat er iets anders. Dan gaan we een nieuwe marktwerking zien. Dan gaan we een marktwerking zien waar dus de klanten een hogere prijs gaan accepteren. En dan gaan degenen die deze producten aanbieden een nog hogere prijs rekenen. En in dit voorbeeld zie je dus een nieuwe marktwerking ontstaan. En dan zie je dat er in dit voorbeeld een 7 euro prijs wordt gerekend. En dan kan in dit geval in ons voorbeeld de Albert Heijn er nog zeker 4 miljoen van verkopen. 4 keer 7, nou dat is een goede omzet die daarmee wordt gehaald. En dat is niet mis. Wij krijgen er zo allemaal mee te maken. En daar moeten we ons op voor gaan bereiden. Ik zal dit plaatje even wat eenvoudiger maken, dat het minder druk is. En dan zien jullie nu het plaatje van de nieuwe marktsituatie die straks gaat ontstaan. Nou, een onderdeel van de voorbereiding is het simpele spul. Een deel van de Nederlanders wordt genoodzaakt de zomervakantie in Nederland door te brengen. En dat betekent straks een rush op barbecues, zwembaden en bijbehorende materialen. Dus zorg dat je die tijdig koopt, want nu zijn de prijzen nog normaal. Maar straks zijn dat soort artikelen ook allemaal onderhevig aan die nieuwe prijslijnen. En dan zorg dan ook tijdig dus dat je voldoende voedsel binnenhaalt. Want het gaat niet zozeer meer om dat je je huis niet uit mag en dat je daarom genoeg voedsel in je huis moet hebben. Maar het gaat erom dat die prijzen straks stijgen. En doordat je al een groot deel van belangrijk voedsel al hebt opgeslagen, dan overbrug je in ieder geval die eerste ronde van prijsstijging. En je kan het zelfs bijna zien dat het voedsel dat je nu koopt, dat een investering is voor later. Want het is zelfs bijna te verkopen via Marktplaats als straks de prijzen 2 keer zo hoog worden. En nogmaals, deze video ging alleen maar over de supply lines. Nog niet eens over de inflatie die er straks ook nog eens een keer bovenop komt. Dus zorg dat je in ieder geval al die spullen al tijdig hebt ingekocht. En je kan er niet genoeg van hebben ingekocht, want de prijzen worden straks echt verschrikkelijk hoog. Dat brengt me dan nu tot de hamvraag. Hoe denk je over hamsteren? Nou, hamsteren is asociaal, omdat er mensen zijn die een baan hebben en die kunnen alleen maar op bepaalde tijden boodschappen doen. En als dan de schappen leeg zijn, dan is dat ontzettend lullig. Geldt ook voor mensen die bijvoorbeeld moeilijk ter been zijn. Komen dan eindelijk eens die supermarkt binnen en dan zijn schappen leeg. Is het echter noodzakelijk, het hamsteren? Dan zeg ik ja. Want je wil wel voordat de prijsstijgingen komen, dat je voldoende hebt binnengehaald. En dat betekent toch dat je meer boodschappen moet doen dan normaal. En dat kan onder hamsteren vallen. Dus dat is een beetje de tweestrijd. Nogmaals, ik vind hamsteren asociaal. Maar het is wel degelijk noodzakelijk om in ieder geval al die investering gedaan te hebben. Dus mensen, even samenvatten. Zorg dus dat je een voorraad opbouwt om in ieder geval de eerste ronde prijsstijgingen op te vangen. Zorg ook dus dat je voldoende spullen hebt om de zomer door te komen. En dan heb ik het over zwembaden, barbecues en alle bijbehorende artikelen. Zie het als een investering voor later, want sommige dingen zijn zelfs door te verkopen. Helaas, het hoort een beetje bij hamsteren, maar we ontkomen er niet aan. Straks zijn er misschien regels dat een deel van voedsel
dat in Nederland wordt geproduceerd naar het buitenland moet, omdat men daar ook in voedselproblemen zit in verband met het coronavirus. Dus wij moeten het toch zelf gaan oplossen. En dat kan je dus door je nu goed voor te bereiden. Ik kan alleen maar zeggen, ik hoop dat deze video leerzaam was. En ik zie jullie weer in een andere video. Veel gezondheid en wijsheid toegewenst. Doei doei!